Hallo mensen, welkom. Ik ben Vincent en vandaag gaan we weer vrachtwagenchauffeur Vincent doen. En na het intro heb ik een verrassingje voor jullie. Een klein illipili verrassingje, maar toch vet om te zien. Namelijk een exclusieve foto van een nieuwe game van dezelfde makers van Euro Truck Simulator. En dat zie je dus lekker na het intro. Let's go! Vroom vroom! In mijn mooie wagen scheur ik door het land. Zit ik weer in de problemen, heb een hekel aan Duitsland. Oh, dit is zo creepy. Let's go, vrachtwagenchauffeur. Ik ben nu adviseur. Met een goed humeur, Vincent chauffeur, ja. Zo, oké, we zijn terug en ik laat jullie gelijk zien, want dit is een foto uit Euro Truck Simulator. Ik zeg het verkeerd. American Truck Simulator. Zo gaat de game heten. Hij is in de maak. Ze zijn er keihard aan bezig. Grafisch is het een plaatje. Grafisch is het fantastisch. Grafisch is het gewoon het mooiste truckspel wat ik ooit heb gezien. En deze game ga ik zeker aanschaffen. Ik geloof dat hij maar 30 euro wordt. En ze zijn nu keihard in ontwikkeling. Hij mag voor mij zo snel mogelijk uitkomen. En volgens mij komt hij dit jaar nog in de winkels te liggen. Dus American Truck Simulator. Ga lekker googlen. Kijk naar foto's. En dan gaan we gelijk verder. Want we hebben namelijk iets heel nieuws. Dit is mijn vrachtwagen. What a beauty. En we zitten eigenlijk gewoon lekker in Rotterdam. Mensen hebben het gevraagd. Vincent, ga eens lekker rijden met je eigen vrachtwagen. Het leek me leuk om gewoon een ritje door Rotterdam te gaan. En we kunnen bijvoorbeeld wel vrij gaan rijden op zich. We hoeven geen vracht te doen. En we kunnen gewoon lekker random gaan rijden op zich. En daar heb ik ook wel een keer zin in. Want we doen altijd, meestal doen we een opdracht. En ik vind dat we ook gewoon eens lekker met deze eigen, met onze eigen vrachtwagen mogen scheuren. Ik heb nog heel weinig kilometer staan op deze. Dus dat wordt ook wel eens tijd om daar eens een keer wat mee te doen. En mijn hoorn is trouwens ook leuk. Gewoon een lekkere, volle, kindvriendelijke hoorn. Ik vind ze, wat is een kindvriendelijke hoorn? Dat is een beetje een speelse hoorn. En wat is een speelse hoorn, Vincent? Een speelse hoorn is een, niet zo'n zware, weet je wel? Niet zo'n vaderlijke, zo'n agressieve vaderlijke toon. Maar gewoon zo'n hele lieve moederlijke toon, weet je wel? Zo'n, echt zo'n... Ja, dan word je... Dit is weer de Vincent logica. Welkom bij Vrachtwagens voor Vincent. En ik scheur nu door het land heen. Met mijn nieuwe Disneycraft gekleurde vrachtwagentje. Met roze en blauw. Eigenlijk lichtblauw en lichtroze, hè? Dat, ja. Helaas, de stoplichten doen dat nog heel erg goed, helaas. Ik zeg echt extra helaas, want ja, stoplichten word je gewoon vermoeiend van. En wij gaan lekker naar richting Amsterdam. Ik vind het goed. Ik vind het helemaal best. Want we zijn nog eigenlijk niet veel in Nederland. We hebben nog niet veel dingen in Nederland verkend. En dat vind ik eigenlijk wel nodig. Nou, deze truck rijdt echt extreem lekker. Echt waar, hij rijdt echt heerlijk. En we kunnen ook richting Groningen gaan. Ik gelijk een snelheidsboete, ik zei het al. We gaan hier naar rechts. Oei, la 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 la. Het gaat goed, ik mag hier met 50 en ik ga 70. Deze truck, ik heb geen vracht bij me, dus hij trekt lekker hard op. En nu mogen we ineens 100, echt logica. Na een paar meter mag je in één keer 50 kilometer harder rijden. En dadelijk staat er waarschijnlijk weer een bordje van, je moet ineens weer 30 rijden. Het is echt, Nederland is zo raar weer ingesteld. Het spel is sowieso heel raar. Maar deze truck gaat gewoon makkelijk 100 km per uur. Ik krijg gewoon 105 km per uur. Dat is gewoon heerlijk. Deze is lekker opgevoerd. Ik heb de nieuwste engine erin gekocht. En ik heb hem lekker gepoetst. Nou, althans, dat hebben de schoonmakers gedaan. Ik mag dan achterover zitten en gaan kijken hoe ze hem schoonmaken. En ik heb ook geen gezeur gehad met mijn baas. Want dat weten jullie ook al inmiddels. Dat ik af en toe een boos berichtje krijg van mijn baas. En ik was vandaag een dagje vrij. En als je een dagje vrij bent, wat ik eigenlijk nog nooit heb gedaan in de Euro Truck Simulator. Dit is eigenlijk de eerste keer in aflevering 31. Dat we gewoon op de weg gaan. Vrij op de weg. En ik ga al keihard. Ik ga gewoon 126 km per uur net. Dat is echt voor een vrachtwagen best wel hard. Ik ben ook benieuwd hoe hard die kan. Maar ik heb geen zin om weer naar Duitsland toe te gaan. Dus we blijven gewoon lekker in het kikkerlandje. En ik volg alleen de borden. Ik ga op gevoel van de borden ga ik gewoon naar Groningen. Ja, dat lijkt me een leuk idee. Groningen. Daar komt de cabaretier Bert Visser vandaan. Heel erg leuk. Ik heb hem ooit eens live gezien. In Rotterdam. In, hoe heet dat ook alweer? Ik ben de naam kwijt. Rotterdam heb je die zaal.
Ik ben er 7 jaar lang langsgekomen. En ik kan gewoon niet op de naam komen van dat gebouw. Geen Pathé, maar dan... Nee, het is echt een zaal. Luxor. Hey, het Luxor Theater. En het Luxor Theater is een fantastisch theater. Echt heel mooi. Echt heel gaaf. En ik heb daar ook André van Duin gezien voor het eerst. Pas geleden hoor. Ik denk 2012. Denk ik. Dat is niet zo heel lang geleden. 2 jaar terug. Ja, dat was fantastisch. Maar André van Duin is niet meer zoals vroeger. Hij is niet meer zo leuk als vroeger, vind ik. Hij is wat... Hij maakt wat meer... Zijn oude flauwe humor is weg. Dat is jammer, want dat was juist de goede humor. Oké, links kunnen we naartoe. Ik weet niet of we dat al hebben bezocht. Maar in ieder geval, volgens mij als een weg niet geel is, heb je nog niet bezocht. Dat weet ik niet zeker hoor. Dat weet ik echt niet zeker. Maar zo te zien wel. Ik kan dus het gele gebied, wat je onderin de mapkaart ziet, moet ik nog... Wat snelheid moet ik? Mag hier toch 100 weer? Dit slaat weer nergens op. Nou, ik heb genoeg geld met 420.000 euro kunnen hopelijk wel wat boetes betalen. Dat denk ik wel. Nee, dat klopt Vincent, goed gezegd. Met wat je ziet, ook mag er 50 snel remmen weer. Hij remt al heerlijk deze vrachtwagen hoor. Je moet niet denken van Vincent, wat heb jij voor een rot ding? We kunnen naar Groningen hiervoor. Ik bedoel, die weg die je ziet, die heb ik nog helemaal niet afgereden. En we moeten ook we moeten ook wegen ontdekken. Dus wat ik nu ga doen is stiekem naar rechts. En dan ga ik even een klein blokje om in Amsterdam. Dit is dus Amsterdam. Amsterdam, mag je met 50 rijden? En we komen langs de grachten. En we zijn uit de bla. Eigenlijk vanuit Rotterdam gekomen. Maar in Amsterdam zijn ze daar niet blij mee. Feyenoord! Hey. Al die mensen achter me aan. Hey. Vooral als je maar Vincent! Hey. Oh, en dit is ook een nieuwe plekje. Ik denk dat ik dingen kan ontdekken hier. Als ik hier naar rechts rijd, hebben we hier een nieuwe loods. Even kijken, we rijden gewoon een rondje. Nou, leuke loods zeg. Hartstikke mooi. Hartstikke leuk. Ik moet een scherpe bocht maken. We hebben de loods wel ontdekt nu. Het is wel heel erg donker, ik weet het. Maar ja, we zijn ook om 12 uur 's nachts door Amsterdam aan het crossen eigenlijk. En ik wil deze hele weg wil ik gaan verkennen. Hier hebben we ook nog nooit gereden. Ik zie een mooi hotel aan de rechterkant. En hier kan je naar binnen. Ik wil eens even een rondje maken hier. Nou, hier kan je dus denk ik wel even een tukje doen. Kunnen we even kijken of we een tukje kunnen doen? Ja, we kunnen de motor uitzetten. Ja. Druk op de volgende toets om uit te rusten. Nou, we gaan dit lekker even een tukje doen. En het bespaart. Dit kost ook helemaal geen geld, zeg maar. Nee, want ik heb geen vracht. Ik ben niet verantwoordelijk weer, weet je. Nou, gelukkig schijnt de zon weer heerlijk. Dan kunnen wij eigenlijk verder gaan met het verkennen van de map. Zo. Hier rechts waar moest nog een beetje verkennen. Ik neem aan, we nemen een bochtje. Maar ik moet nog een paar dingen verkennen hier ook, zie ik. Een hele weg moet ik nog verkennen. Weer op rood. Kom op jongens. Is dit Amsterdam rood? Kom op. Groen. Ja, dankjewel. Ja, ik moet hier naar links. Ja, rijden. Hoppakee. En hier links zit dus een nieuw bedrijf. DAF Truck Dealer ontdekt. Oké, hier is dus een dealer. Een Amsterdamse dealer. Verkoopt coke en wiet. Helaas jongens, helaas. Ik had meer verwacht, maar het is Amsterdam hè. Er zitten allemaal dealers. Ik ga hier naar rechts, want hier moeten we ook nog een heel blok verkennen. En dan heb ik bijna heel Amsterdam verkend. Dat gaat best wel hard. En hier is dus iets nieuws. Wat kan je hier doen? Ik ga eens kijken wat je hier kan doen. Even achteruit, want er zat een logo. Zit ik nog niet in het logo? Wacht even. Nu wel. Wat kan ik hier doen? Kijk om je aangeboden opdracht te bekijken. We kunnen dus opdrachten doen. Best wel grote opdrachten. Vooral naar Polen en Duitsland moeten we heen. Heb ik niet zo zin in. Maar deze, dit is wel iets leuks. Dit is een, even kijken, staat het erbij? Trax. Dit is zo'n nieuw wagentje. Wat ik heb gedownload als mijn DLC, wat ik vorige keer vertelde in mijn video. Dit is dus de nieuwe DLC. Maar we nemen het opdracht niet aan.
ik wil gewoon even lekker door Amsterdam rijden nog. Maar dan weten we dat bij Amsterdam, daar zo, bij die dealer kunnen we dus een aantal opdrachten op aannemen. En ik wil eigenlijk doorgaan naar richting Groningen, want dat is eigenlijk ons doel. Ik ga de rood, ik weet het. Huppakee. Als ik agressief rijd, moet je het zeggen, hè? Want dan doe ik gewoon wat minder. Doe ik gewoon rustig aan. Maar het gaat gewoon lekker nu. Hier naar links. Hier kan je ook ergens naar binnen. Ja, hier. Oh, dit is heel smal. Dit is heel smal. Maar daar hebben we wel... Kijk, kunnen we hier doorheen? Ja, makkelijk. Het is echt heel smal dit. En hier hebben we een cadeautje. En dan kunnen we weer kijken wat voor opdrachten we kunnen aannemen. Deze grote gaspipeline parts. Jeetje. En auto-onderdelen. Nou, daar heb ik geen zin in. Gaan we niet vervoeren. Ik ga gewoon op mijn gemakje achteruit. Zo. Oh, ik heb weer wat aangereden voor mij. Hoppakee, we hebben Amsterdam voor een groot deel ontdekt. Dat is fijn. Want, ja, iets ontdekken is natuurlijk fijn. Leuk om te zien in je mapkaart, weet je. Kijk, nu is ook bijna heel Amsterdam is nu ook geel. En ik geloof dat als je dit kijkt, dan zie je ja, de kaart over het algemeen. Maar ik geloof dat je nog wel verder kan uitzoomen. Maar dan weet ik niet hoe dat moet. Voor mij met tab? Nee. De M van map? Ja, kijk eens. Nou, kijk, dit is dus de map. Je ziet dat we echt best wel veel hebben ontdekt. We zijn nog nooit bij Groningen geweest. Dus dat is echt wel leuk om dat te doen een keer. En je ziet ook dat eigenlijk je kan alleen naar Rotterdam, Amsterdam en Groningen. Dat zijn eigenlijk de drie plaatsen in Nederland waar je alleen maar naartoe kan. Nou, je kan nog helemaal naar boven toe, naar Aberdeen. Dus volgens mij zelfs bovenin Engeland. Maar ik weet niet of dit Schotland is trouwens. Ik ben heel slecht in topografie. Maar we zijn al wel helemaal bij Bialystok geweest. Dat is echt heel ver. Maar Gdansk, daar kunnen we ook nog helemaal heen. Dus dit is ook een verschrikkelijk lange route dit, wat je hier ziet. Ongelooflijk. Maar Groningen gaan we opzoeken zonder routeplanner. We gaan gewoon de bordjes volgen. Zo. Ik zal nog een beetje inzoomen op de map. Het is wel fijner. We hebben nog niet alles in Amsterdam verkend. Maar ik wil gewoon... Het is groen, jongens. Rij door. Zo, nice, Vince. En weer rood. Zie je? Kijk, dan had ik liever voor deze willen wachten dan die andere. Oh. Ja, is die groen? Nee, hij is nog niet groen. Kom op. Groen. Zit er geen kikker in dit keer? Kom op. Ja, groen. Dankjewel. Merci. Groningen, een bordje rechts. Zie je? Je hebt ook maar gewoon... Ze hadden maar drie bordjes hoeven maken in de game. Eén met Rotterdam, één met Amsterdam en één met Groningen. Drie plaatsen in Nederland. Zou het er wat zijn? Groningen. Ja, hier heb ik ook nog nooit gereden hoor. Want dit is allemaal nog niet geel gemaakt. Dus dit is allemaal nieuw. Ook voor jullie kijkers. Of je hebt het spel zelf thuis. Dat je weet van... Oh ja, dat heb ik al gereden. Dit is gewoon een weg. En we gaan hier even kijken. We moeten goed kijken. Oh, IJmuiden kun je er ook nog heen. En Bemen. Er zitten dus al meer plaatsen. Maar de hoofdsteden staan dus keigroot genoemd op de kaart. Als je iets ontdekken moet, kijk dan eerst eens even goed op de kaart. Nou, dit is de A7. Zo, dat kon je misschien... Misschien wist je dat al. Misschien leuk om te weten. En ik denk dat we wel kunnen gaan tanken. Want hij zit... Ja, hij zit... Nee, ik ga gewoon een beetje gevaarlijk doen. Ik ga gewoon niet tanken. Ik ga gewoon lekker... doorrijden. En ik steek mijn middelvinger op naar die dure tankstation. Want in Nederland is het duur hoor. Je moet naar Duitsland gaan. Dan bespaar je heel veel geld. Niet dat ik tank. Je kan beter denken. Ik ga in Duitsland tanken. Nieuw slogan. Zo, en ik ben weer terug op de weg. Er kwam een pakketje binnen. Vandaar even de knip. De cut in de video. Ik heb twee mooie... Oh, we mogen 50 en ik ga met 120 door de bocht. Holy crap. Oh, en we gaan over een heel leuk bruggetje heen. Maar hier komen de scheepjes onderdoor. Wat schattig. Nou, geen scheepjes te bekennen. Dus we gaan gewoon door. En ik heb het gevoel dat we nu wel... Ik wil eens kijken waar we zitten, joh. Want dit is wel leuk. Het zijn hele grote bruggen. En daar zijn we echt nog nooit overheen gekomen. En dat vind ik fantastisch. Maar je mag hier ook niet zo hard, hoor. Dus ik hou me lekker aan de snelheid.
Je mag het niet inhalen, dus ik blijf op de... Leuk, die eilandjes. Het lijkt net of we nu naar... Ja, waar gaan we nu naartoe, joh? Kan ik even kijken op de M? Ja, we zijn nu over het water heen. Ik wist niet, ik denk over de eilandjes, Texel en alles. Het ziet er heel apart uit natuurlijk. Want volgens mij bestaat dit niet zo, hoor. Of ik ben hier nog nooit, ik ben hier ook nog nooit geweest, dus ik kan het eigenlijk niet weten. Maar ik kan me niet herinneren dat dit zo gebouwd is, zo met de wegen. Maar ik kan het missen hebben, hoor. Maar ik mag eigenlijk niks over zeggen, want... En schepen, kijk nou. Ik zie echt nieuwe dingen, joh. Oh ja, joh, ja, ik ben in Rotterdam, hè. Dan zie je dat niet, dan zie je wel scheepjes. Maar zie je niet zo mooi water, hè? Nee. Kijk, dat is een leuk schipje, hoor. Kapitein Haak zit er aan boord, misschien. Niemand weet het. En ik kijk nog een keer op de map, want het ziet er echt heel grappig uit, joh. Kijk. Oh jee, de A7, dan gaan we zo richting Groningen. Gaaf gedaan, heel leuk. Zo zie je nog eens wat van Euro Truck Simulator, hè? En ik ook, hè. Je kan er lekker even rusten daar. Je kan parkeren. Grappig, joh. Mooi uitzicht. Nederlandse vlaggetjes. Wapper in de wind. Ik ga die man even inhalen. Dag, meneer. Ja, ik weet niet hoe hard je hier mag rijden. Maar ik rij gewoon met 100 km per uur. En ik weet niet of dat mag hier. Dus ik neem wat vaart. Ik doe wat vaart minderen. En het ziet er echt zo ongelooflijk leuk uit, dit. Ik vind het super leuk om dit ook op te nemen voor jullie. En ik vind het zelf ook fantastisch om het te zien. En ik hoop dat het ook bij jullie is, dat jullie het ook fantastisch vinden om te kijken. Hier mag je 50. Dus wat ik dan ga doen, is 50 rijden. Het is een heel raar bochtje. En hier is het heel krap, dus ik moet heel rustig rijden. Mag hier maar 50 km per uur, dus ik eigenlijk weer wat gas minderen. Gezeik ook altijd, hè. Je mag dus deze snelheid hier rijden ongeveer. Ja, kijk, om precies te zijn mag je zoiets rijden. Ongeveer, ik rijd 52 km per uur. Zo, en ik denk dat je hier wel weer de vaart mag toenemen. Ja, ik hoop het wel, hoor. Want je kan tot nu toe alleen maar 50 rijden hier. Slakkengang. Wel weer over een bruggetje. Leuk. Echt in Nederland dit, hè. Dat zie je dan weer wel in Nederland. Maar in Italië vind ik het ook fantastisch om te rijden. En ik kan eigenlijk niet wachten om ook een keer gewoon lekker in Italië weer rond te crossen, joh. Maar ik zie dus dat hij de andere kant van de weg niet pakt. Het gedeelte. Dus dan moeten we eigenlijk wel nog een keer terug. Nou ja, dat doen we nog wel ooit eens in aflevering 70. Als die er komt natuurlijk. Zo. Nou, dit gaat vloeiend goed. Dit gaat vloeiend. En ik zie er links een kerkje. Is dat al een Groningse kerk? Ik geloof dat we nu wel het land op gaan. We zijn het land al bijna op. Ja, we zijn al het land op, denk ik. Ja, dat moet wel. Vind je het logisch? En we zijn bijna in Groningen. We gaan voor het eerst Groningen zien. Ik ook, jullie ook. Als jullie het spel nog niet hebben. Met 420.000 euro op zak. Dat is echt ongelooflijk veel. En een leuk tunneltje hier. Een nutteloos tunneltje. Zal kijken hoe hard deze vrachtwagen kan. Want we gaan nu al 135 km per uur. Echt heel, heel snel kunnen we met dit dingetje. Ik zag daar rechts een koetje. En ik zie daar weilandjes staan. De bloemetjes groeien er. Wat leuk gezellig dit, hoor. Echt gezellig om even te kijken. Ik ga eens even rechts rijden. Kijk eens mooie tulpjes. Kijk eens kleurtjes. Tulpekes. Tulpekes. Goeie mooie tulpekes. Paars tulpekes en groene tulpekes. En wat zien we hier? Een molen tussen de tulpekes. En een rode brug waar zelfs een fietser overheen gaat. Wat grappig. Nog een fietser. Wat schattig. En ik ben denk ik dat je nooit bezoekers ziet of mensen in het spel. Blijkbaar dus wel. En ik hoop dat dat bij American Truck Simulator nog wel meer gaat gebeuren. Upgraden die handel. Huppakee. Ik zou zeggen, voordat we bij Groningen aankomen, stoppen we de aflevering. En dan vraag ik aan jullie of jullie volgende keer weer terug willen kijken. En dan gaan we zeker weer door met even vrij rondrijden in het spel. Doei doeg!